This is your captain speaking en welkom bij een nieuwe paperplane vlog. Nou ja, een nieuwe. Ik denk dat ik al wel een keer in de Beekse Bergen ben geweest. Als je die video wilt terugkijken, ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Maar deze keer ben ik met wat andere vrienden naar de Beekse Bergen gegaan. We zijn met de hele klas achter de schermen geweest, wat ik helaas niet kon filmen. Maar goed, we hadden wel de vrije tijd om gewoon rond te kijken en wat dingen te gaan doen. Dus wij besloten met z'n allen om weer een autosafari te doen en met de boot langs te gaan. En we hebben heel wat lol gehad, dat is zeker waar. Dus ja, veel kijkplezier. Megan, kom op! Je kunt het wel! Nee? Maakt niet uit. Nee, maakt het spannender. Kom op, Megan. Kom op, Megan! Het is niet foto's, gewoon een film. Kom op, joh! Wat heb je andere? Kom op! Oh! Stop met draaien! Hé, hey, Megan, is je lover of zo? Ja, omarmt hem zo. Natuurlijk, heel lief touw. Ik dacht dat Jimmy je lover was. Ah, fuck deze lager. Springen! Springen! Ja, zo! Woe. Dan maar springen naar de volgende. Ik ben helemaal wat van hoor. Dat is niet hoor. Springen! Ophijzen met die armen. Het valt toch niet zo hard. Het is moeilijk op 18 meter hoogte. Springen! Hijsen met die armen, kom op. Even groot in. Ja, het is gewoon. Laat gewoon weg, want dan is het niet moeilijk hoor. Nou. Woe! Ja, we hebben het eindelijk. High five. Woe. Goed zo. Alles koud. Moet ik even een raampje open doen? Nee, dat mag niet. Ja, dan kan ze het beter zien. Ja, nee, dat maakt voor mij verschil, hè? Nee, niet. Maar zij wel. Nou, lekker dan. Ja, we've got the pictures. We zijn wel zo lief tegen elkaar, hè? Ja. Wap, wap, wap. Ja, gelukt. No. Ik ben wel aan het filmen. Crossen! Het gaat allemaal heel goed. Dat ze gaan seks hebben. Nee. Kijk! Waarom is het dat? Wat? Wat is een poesje dan? Volgende lag hier, rechts. Nou ja, ik weet niet of we het lang moeten doen. Ja, maar die beesten die verstoppen zich altijd. Inrijden verboden. Ik moet er bij de vliegtuig heen gaan. Het zou me eerlijk gezegd niks verbazen, maar ze kunnen misschien ook weer achter zitten of zo. Ik denk van ja, jammer, ik kan niet bij jullie in de buurt zitten. Later. Later, ha. Doei. Houdoe. Die link voor mij. Neushoortjes. Aan de andere kant. Hoi. Ja, dan moet je dat wel even rijden. Hier, stop. Oh, die komt. Hier ligt ze gewoon vooraan. Hi, poesie. Wacht even hoor. Sorry. Wacht, we moeten even zoeken. Oh, daar. Wat doe je nou? Autommel. Blijf stilzitten, niet bewegen. Godverdomme. Hij houdt netjes hè. Graag de tering. Maar zou die er echt met twee zitten? Of zou er al het andere gewoon allemaal denken van stop? Nee, daar ligt er ook nog één. Maar. Oh, daarachter ja. Daar liggen er twee. Daar liggen er ook nog twee inderdaad. Daar ook. Oh, nee. Jimmy even klimmen. Voor je banden ook. Hier zo, liggen ze. Dus kijk, en daarachter zit er, achter de schermen zit er ook twee of zo. Oh, Jimmy blijft staan hierachter. Jimmy denkt dat is weer eng. Ik wil geen poesies. Zoals die Fox-programma. Nou, naast het hekje stil gaat staan. Maar vorig jaar hadden ze nog maar 5, dus zijn ze toch bezig met je programma. Wat ik al ja, hij ligt nou het grauwe van, wat doe je? Oh. Hij schrok! Oh, wat een boefie! Vet mooi. Het doet dit! Het doet allemaal niet. Daar heb je sowieso problemen. De raam open. Poes, 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 poes! Kom maar. Possie! Dat denk ik, pak jou, ik ben een poes. Ja, dat denk jij. Met een kater, ruim op mag. Chita! Nee, oké, doei. Oh, kut, we moeten de heuvel op. Ja, jammer hè. Go op, Jimmy! Woe! Oh, Jimmy! Oh, Jimmy! Ja, zo, Jimmy! Hij kan het wel! Zit er ja, ja. Wee! Megan! Doe dat maar niet! Doe dat! Doe het! Don't try this doom! Door de bos! Door de bos in plaats van het pad! Deze is niet leuk, helemaal door. Hey, dat is wel leuk. Dat zijn geen rendieren. Het zijn geen rendieren. Alle hechtachtigen zijn rendieren. Als je nou eens één keer tutert, hè, dan weet je hoe snel ze zijn. Hallo baby's! Rij maar. Helemaal wel. Nee, ze rijden hem aan. Helemaal wel. Oké, hoppakee, baan. Maar wel lekker, Brenda is ook zwanger. Of ze is gewoon dik. Dat kan ook. Nee, dat kan niet. Net jij. Piep. Waarom gaat het niet kunnen? Oh, ga niet oversteken, vriend. Ja, echt wel. Oké. Okay. Wacht maar. Moet je dat doorlopen? Ja, moeder, kom op. Die beesten die schrikken nergens meer van, joh. Ben je nou idioot als jij gewend bent? Rijd door, dan zit je in mijn boelbar. En gewoon doorlopen, hè? Ja, hij weet niet hoe je wil. Hé, Bambi! Hij had nu pas door, hè? Waar komt hij vandaan? Ja, we hebben spookrijden, jongens. Oh, Bambi, daar ga je. Gezellig. Ja, ik ben niet verkeerd gereden, weet ik zeker. Nee, dit is ook een goede weg. Ga weg! Goed zo. Oké. En nou weer terug. Ja, bam. Oh, er zit nog steeds van kutgras in mijn vest. Je reed hem wel. Nee, in mijn vest. Ik zei helemaal geen reet, het is een vest. Zo klonk het wel. Hoort wat je wil horen. Ja, precies. Ja, bij mij zit hem in mijn reet, dus in dat geval. Ah, ik wil niet weten wat je gedaan hebt. Gezeten. Met of zonder broek? Wil jij dat weten? Nee. Oké. Kameel van de show op kant bij. Goed, denkt hij. Goed. Ja, mot nou, denkt hij. Nee, dan hoela. Ik stap nog even naar voren. Nee, wat pjoepje vooruit. Ja. Spiegel op blad zo. Mag ik langs? Nee. Nee. Wat betaal je ervoor? En jongen, het is maandag. 5 euro. Kopstoot zo tegen je raam. Hallo. Ja, dan gaat het lopen lauw. Geen bas, ja? Dat is nog vet. 13 kilometer verwijderd van je dagelijkse sleur. Tjoe. Ja, klopt. Die raam heb ik net schoongemaakt, zeg. Ja. Eigenlijk zou ik nou het raam op moeten zetten. Nee, laat me lekker dicht. Nee. Willem Aai, hij is zo fluffy. Hij ziet er ook fluffy uit. Kijk, hij heeft een beetje x-benen. Voor je. Ja. Hij is zo met de voorpoten gekruist. Een beetje. Wat fuck sta jij te doen? Nou, eigenlijk niet ik het lastig, maar... Hallo. Hoi. Zou je leven over zijn, heel de dag stilstaan en kouden. Nou. Top. Herten. Oh nee, wit. Witlippen echt. Moeilijk hè, Megan? Ja toch. Waar zijn ze dan? Verder weg. Hallo! Iemand thuis? Hallo! We komen hier verdomme om jullie te zien, dan zijn ze niet thuis. Oh wacht, dit is het pad. Hallo! Nee. Oh, we zijn uitgebroken. Daar zo staan ze helemaal achterin. Oh ja. Hallo! Hoi! Oh, er zijn wel hele aparte dieren dit. Ja. Cars! Cars! Jimmy, dit is jouw soort. Ja, precies. Familie! En hier moet je weer naar binnen. Wat? Nee, je moet daar ook naar links. Nee, je moet daar een rondje maken en dan kun je daar weer naar binnen, jongen. Een rondje! Oh, een rondje niks? Van de zaak? Nee. Meestal niet. Nu wel. Oh, steek. Jimmy, slide. Goed. Die had bijna tegen zijn steen aan gereden, gek. Ik zei natuurlijk kan driften. Of jij je bij kan houden is iets anders. Ja, dat is bijna niet. We hadden ook gewoon zo kunnen rijden. Ik zei het toch. Jezus. Drift is leuker. Bijna doodervaring. En mijn moeder ben bang dat de leeuw hem opvindt. Ja toch. Ga maar beter met goudvissen kunnen werken. We waren wel in ieder geval buiten verblijven. Wat zit hier trouwens? Vietnamese ziekenhaard en... Ik heb het niet kunnen zien. Het zijn witte herten en een vogels hoor. Ja. Stumper. Wie wil de M&M's? Ja! Ja, lekker! M&M's! We zijn jullie toch zo hard dat je gewoon niet hoeft te sturen. Megan, jij houdt je hand aan het stuur. Ja, of niet, dan gaan we weer driften. Nou, nee. Nee, dat is het Mesopotamisch damherten. Bambi! Waar? Ik zie er maar zwanen. Daar. Daar zit het. Nee, je bent beslagen. Je moet niet zo hijgen. Sorry. Ik zal mijn broek weer aan doen. Was het niet? Nee, Bambi. Helemaal niet. Helemaal wel. Bob. Willem. Nee, dat is Bob. Waar? Ja, nee, dit is Karel. Dat is Karel. Dit is Bob. Nee, Karel. Hoi Karel. Hé, Rats. Hé, Rats, waar we naartoe gaan? Leeuwen! Dat voor de auto, hè? Nee. Dat wordt echt. Nou, dus? Klein velpjes. Gaat u maar aan de andere kant. Nou, wat een cuties! Megan, je zit nou lekker met je hand in beeld te vreten. Oh, wat een cuties. Ja, can we do it? What the fuck, jongen? Nee, dat klopt niet. Waarom? Hij lag op de rug. Ja, ik zag hem. Die raam open. Ja, waarom niet? Weet je, net mochten we ze aaien en nu moet je die raam dicht houden. Fuck dat. Het gaat gewoon wat er niet uit van. Ja, om M&M's op eten, dat soort dingen. Oh, maar die mogen ze ook. Wil best met z'n dingen. Nee, ga naar mijn radio. Ik heb me aangekeken. Zou ik me ook voelen. Wil je mijn dak ook even lekken? Die is nog een beetje vies. Er zit waarschijnlijk nog wel wat blad aan voor je. Die heeft het geetgoed. Nee. Ja, en ze komt nou naar ons toe. Het. Ze. Zo. Ik zal hem wel even in zijn vrij. Ik kan ze even likken. Hallo. Godverdamme Megan. Lekker likken, hè? Nee, maar even likken hoor. Kom maar even likken. Hier, zie je? Zit nog een plekje daar hoor. Daar zit nog een plekje. Daar zit nog een plekje. Ja, vind je plakker leuk? Oh, een plekje. Er zitten nog wat vlekjes bij. Die zit er. Ja, die vindt hij leuk. Er zit nog wat vlekjes. Ik krijg het vlekje niet weg. Oh, tanden over het dak heen. Hallo. Oh. Bam! Bam. Hallo. Oh, ik ben aan het filmen. Dat is toch schoon? Ja, Grats Wasstraat. Ja toch? Het is lekker. Meneer. Of mevrouw. Het is mevrouw volgens mij. Ja, terug, hè? Ja, maar het is zijn tong. Oh, dit zijn de tanden. Nee, dat is zijn tong. Dit is zijn tanden hoor. Het klikt. Nee. Het is Nederland van zijn tong. Echt niet. Jawel. Hij heeft geen tong van 10 kilo. Nee, je hebt daar geen dak meer. Dit is er niet zo heel stevig hoor. Uh-oh. We worden gecrushed. Mevrouw, bent u klaar? We moeten weer verder. We moeten helemaal niks, we zijn niet klaar. Nee, we hoeven niet weg hoor. Hij denkt, nou, dat had ik niet meer doen dan. Ja. Zullen we toch bezig zijn? Teamwerk. Ja, lukt het? Teamwerk. Ja, dat ook. Hij denkt dat... deze zo, oh nee, niet mijn auto. Hij denkt, ja fuck it, ik kan wel door. Dan gaat je ruiten wissen. Eigenlijk moet je van die geluidseffecten erbij doen. Dit werkt niet als we gaan het filmen, ben, jongen. Ja, nee, nou is het niet lekker meer. Hou dit. Lukt het? Ik heb mijn voorraad zien dan. Doe je ruiten wissen even één keer heen en weer. Nee, dat is ook weg. Wat? Ja, wat heb jij op je vooruit? Nou, zebra-kwel. Of girafkwel. Doe je dat nog netjes? Is die dak nou schoon? U kunt het zien, zeg het eens. Heb jij niet van die twee van die randjes op je dak? Ja. Waarschijnlijk is hij die aan het slopen. Ja. Ja, denk ik. Ze is nu niet meer aan het kauwen, dus ik ga rijden. Gewoon teruggillen, ja. Die in het midden. Die heeft net eentje bij gehad. Ze hebben er echt al zin in. We moeten doorlopen. Ja. Ook met je handen in je zak, hè? 2,5 meter. Nou, de linkerkant van de boot, daar zie je wat de gewoonte verlakte. Oh, deze links. Mensen die achteruit varen. Die mogen links en rechts omdraaien. Aan de linkerkant van de boot, daar zien we Schotse hooglanders, kamelen en frisjes varen. Allemaal vlot etende diersoorten die 24/7 bewaard blijven. Aan de rechterkant Indische antilopenvrouwtjes die staan zo te kijken. Die hier kijken. Okay. Rechts, hè, die kant is dat. Mafklapper. Wat mag jij zeggen? Dit is een ding. Wat? Zo. Ja. Wij mogen niet toeteren, dus de paarden zijn te klappen. Oké. Dan zitten we net in de handen staan klappen. Het lijkt wel kinderen op ertgoedjes. Zoekt de jak. Kijk, dat is de jak. Dat denk ik. Jak. Nou, in het water daar zien we ook heel veel kansen. Dat zijn de Canadese kansen. Die zijn ook weer Canadian. Helemaal voorbij vleugels hier gekomen. Those are Canadians. En dan staan ze ook nog op de uitkijk naar de doodhoorns en de toesierunderen. En tussen helemaal in de verte ook een vuilniswaker. En de elandantilopers erbij. Nou, die elandantilopers, mannen en vrouwen, die hebben horens op de kop. Dus de mannetjes kunnen daar niet mee imponeren bij de vrouwtjes. Wat doen die mannetjes dan om te imponeren bij de vrouwtjes? Helemaal niks. Nou, later is een groot mannetje koeien. Dat is gewoon een dure term voor een grote onderkin. En met die grote onderkin lopen ze naar zijn vrouwtje toe en dan gaan ze zo met het kont een beetje heen en weer wapperen. En dan schijnen die vrouwtjes dan moest aantrekkelijk te vinden. Nou, dat is sexy hoor. Echt ja wel. Toch? Doe ik ook altijd thuis. Ja. Ik vind mezelf super sexy. Ze zijn alle twee vrouwen, maar ze staan ingeschreven op de dating site. En stel je nou voor dat je kennis opmaakt met een vrouwtje, dan moet je van de beste kant laten zien. Nou, niet alleen kijken is belangrijk, maar naast de looks is ook lekker ruiken belangrijk. En door het nemen van een zonnebad gaat er in de polsen een bepaald geurtje naar buiten komen. Een olieachtig product, dat wrijven ze zo uit over hun staart. En dat duw je dan onder de neus van de vrouwtjes. Ruikt mij eens lekker ruiken. Ja, en als de vrouw het wil, dan maak je een kans. Ze staan op ringmaakje.nl. Ik weet niet hoe het zaterdag moet gaan stappen. Ja, precies. Oude vrouw. Ja. Ja, maar je hebt geen staart. Oh, dat denk jij. Kont er doorheen houden. Gewoon de kont er doorheen houden, zo. Ze leven een hele andere plek. Ja, voor de kinderen bij ons op de boot. Stel je voor je papa en je mama. Die wil het heel gezellig hebben. Je papa die doet al 3 weken lang dezelfde sokken aan. Eeuw. En dan lopen zwaaien onder de neus van je moeder. Nou, je vindt het heel letje. Ik zeg doen. Gaat ze gelijk bovenop je. Heel gezellig. Split ze gelijk bovenop je. Ik denk dat het met jou niet. Oh, nog een keer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wij hebben sowieso echt om gelachen. Het was echt super leuk. En ik denk dat ik hier nog wel vaker naartoe zal gaan. Ik bedoel, het is een leuke dierentuin. Dus, ja. Ja. Ik heb er niet heel veel meer over te vertellen. Tot de volgende keer.